Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda. Zitten we dan het lang verwachte moment op de prachtwagen van de Geneticus. Eindelijk! En we zijn hier bij de wagenbouwers. Het was echt een super gaaf feest. Veel bekenden gezien. Mooie mensen hier. En Ik heb zin in carnaval! Ik heb zin in carnaval! Ja, lieve mensen, we zijn aangekomen bij de open dag van de wagenbouwers hier op het Hekven in Breda. Onder het zonnetje staan we lekker buiten. En de eerste die gezellig bij ons staan, dat zijn de Geneticus. Goedemiddag! 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 Hoe is het allemaal met de Geneticus? Ja, gaat goed. Hè? We zijn weer druk bezig. Dus. Ja, wij hebben al een glimpje opgevangen binnen. Het zag er goed uit. Gaan we straks nog even verder kijken. Maar het zag er leuk uit. Ja. Hey, en waar ik me eigenlijk nou wel een beetje nieuwsgierig naar ben. Waarom? Wie is Jeanette? Jeanette? Een Jeanette is eigenlijk een homo in België die net niet uit de kast is. Oh, lekker. We hadden er net in, hè? Zo'n één voetje zo. Dat heb ik altijd al willen weten. Hoezo, Tommy? Nou, ik was dan ook ooit eens een Jeanette, maar kwam niet uit België. Nee, de Jeanette zijn ontstaan uit Venisebar. En die is met de carnaval de Jeanette-bar. En vandaaruit is CV de Jeanette ontstaan. En hoeveel jaar bouwen jullie al? Het is de eerste keer dat we bouwen. Vorig jaar hebben we ook gedaan, maar hadden we gedeeltelijk gekocht. Ja. En nu zijn we echt, echt aan het bouwen. En hoe lang zijn jullie al aan het bouwen? September ongeveer, ja. Zo. Echt. En het bouwen, dat kan een beetje bij elkaar verschillen. Ja, ik wou zeggen, gaat het dan ook om bouwen of gaat het vooral om de gezelligheid? Allebei. Dat laatste, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is ook heel belangrijk. Hey, en dat is, jij bent de voorzitter. Ja. En wat is jouw taak binnen de Geneticus? Mijn taak. Ik ben lid en ik ben een klein beetje sponsor. Daar houden wij van, sponsor. Daar houden we van. Mag ik even reclame maken of niet? Ja. Ja, dat mag, hè. Kijk. De Ruitersvis. Kijk. Stil is. Nou, zo te zien niet, hoor. Zo stil het is die. Ja. Maar ik ben er vooral voor de gezelligheid. Ja. Ja, leuk. En met hoeveel leden zijn jullie? 14 ongeveer. Ja, zoiets, ja. En we bouwen ongeveer met een man of 8. Jeetje. En wat kunnen we de jaren verwachten in de Kielegatsoptocht van de Geneticus? Daar zie je de show. Daar zie je de show. Maar daar houden wij wel van. Maar dat zie je niet zo, hè? Dat zie je niet zo. Nee. Maar als je gaat kijken, dan zie je het zo. Ja. En hebben jullie extra uitgepakt ook dit jaar voor? Uiteraard. Ja, precies. Kan er al een klein tipje gegeven worden? Klein tipje is dat we vrij naar de Moulin Rouge gaan we. Oh. Dus het kan ook pikant worden. Oh, daar houden wij wel van. Wij komen langs, goed? Ja hoor. Moeten we ook nog iets met pijpen doen? Moeten we ook nog iets met pijpen doen? Ja. Wie weet. Ja. Dan maken wij ze wel korter. Kort te maken. Ja. Nee, pikante praten houden wij niet van. Is het al een beetje druk geweest bij jullie vandaag? Ja, nou, iedereen staat op onze wagen, dus onze wagen wordt als podium gebruikt. Ja, dat heb ik gezien. Nou, dan willen wij straks ook even opstaan natuurlijk. Ja, zeker. Wij willen even op jullie wagen. Ja. Gaan we doen. Nou, we wensen jullie veel succes. Dankjewel. De Geneticus. We mogen weer. We mogen weer. We staan vandaag op het Ginnekenmarktje in het zonnetje. Het is wel koud, hè? Ja, maar lekker fris. Lekker dus fris, echt weer om. Als nu weer mee carnaval is, dan ik komt teken. Het goed. Mag ik ook tekenen? Ja. Wij tekenen natuurlijk. Nou, we staan dus op het Ginnekenmarktje, want ik heb een uitnodiging gehad voor ons. Ach, wel leuk. Ja, leuk. Per e-mail en per WhatsApp of we een bezoekje kwamen brengen aan het Gelag der Vorsten.
Nou, ik word er nou wel nieuwsgierig van. En wat kunnen we verwachten dadelijk? Nou, weet je wat? Misschien moeten we maar gewoon gaan kijken. We moeten maar gewoon gaan kijken. We gaan kijken, doei! Dag. Goeie, is het middag al? Ja, het is al middag. Het gaat zo snel. Het gaat zo snel. Wat is nou eigenlijk dat gelak der vorsten? Ja, dat moet ik zeggen, heel grappig, leuk. Vier grootheden, een bron erbij trouwens, ja. Het is een lollige grap, maar zo ziet en kijkt dadelijk wat je zo kan zien. Dus je zult echt zien wat de inhoud is, geweldig. Zo mooi kan zijn die verbroedering, hè? Ja, die verbroedering is geweldig. Volle hand tussen de stichting. Het is alles wat ik eigenlijk van verwacht had. Ik heb gehoord dat jij voor het eerst een leuk vorst bent van Kikkel Dok. En hoe voelt dat nou? Ja, dat is onvoorstelbaar. Je maakt dingen mee die... Daar heb je wel eens van gehoord, maar nu is het echt. Ah, is geweldig. Dat is gewoon genieten. Hé, ga je vroeger mij het er ook nog van af? Ik vroeg me eigenlijk vanmorgen af, hè. Het gelach der vorsten, maar hoe lacht een vorst dan op zijn best? Ja, wij lachen altijd. Maar nou toch wel? Toch? En met wat voor geluid lacht een vorst dan? Hoe wij lachen? Wow. Niks meer aan doen. Zeg het zeker! Is zo goed? Hoe is het? Ja, met mij is het goed, jongen. Nou, wij hebben een uitnodiging gekregen dat we even langs konden komen van Sales 4 TV bij jullie hier bij het Gelach der Vorsten. Ik vind dat kijken zelf. Alleen weet wat nou zo leuk is? Nou. Wij vroegen aan verschillende van gevolgen. Ja. Waar is nou dat Gelach der Vorsten? En niemand kon mij het antwoord geven. Komt niemand jullie het antwoord geven? Niemand kon ons antwoord. En nou denk je dat ik dat ga... Jij denkt dat ik dat wel kan? Nou, ik zag jou mee op het pluim. Ik denk dat die Koen wat dat weet. Nou, ik kan het je niet precies vertellen. Het komt uit een heel ver verleden. Komt het. In het verleden waren er ook maar 3 gevolgen die eraan meededen. Dat was het Aagje, Kieler gaat moet ik tegenwoordig zeggen. En het Leste Ogenblik. Een paar jaar geleden is dat eigenlijk is dat aangepast. Is dat wat veranderd. Hebben we Giecheldonk bij betrokken. En eigenlijk is het een feestje in het kader van de verbroedering. Zo vlak voor carnaval. Dat we elkaar eens op een ander moment ontmoeten. Dat we iets ludieks met elkaar doen. En gewoon elk jaar is het bij een ander gezelschap. Niet meer en niet minder. Dus gewoon eigenlijk een feestje ter gelegenheid van die verbroedering van die 4 hoogheden van het Kielergat met hun gevolg. Eigenlijk is het gewoon een feestje op de feest, hè? La 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 la. Ja, hier was ik dus al bang voor. Gewitte otinoitini. Volgens mij betekent dit... zat kulke. Die had een beetje te veel biertjes op, denk ik dan. Kerske. Wat is een kerske? Kers. Een droom. Een zonder jukkel. Zonder jukkel is het, hè? Een kaarsje. Ja, een kaarsje. Daarop. Zo. Weet niks van. Daar weet ik niks van. Graag het. Gaat het. Ach, je mag leut het. Als je het maar laat. We zijn vandaag on tour met de partybus van Party Express Breda. Ja, en wat een feest, hè? Het is nou wel leuk. Het is nou we wel leuk. We zijn 5 minuten in die bus en het is nou wel een feest. En wie hebben we meegenomen? Nou, we hebben vandaag BB Jeugdleut meegenomen. Hoe is het, mannen? Ja, jongen, gezellig. Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja, joh. We gaan wel gezellig maken. Maar wat gaan we dadelijk doen? Als we de bus uitgaan. Nou, we zijn nu aanbeland in Taartje. Oh, leuk, hè? Ja, leuk. Nou, en in Taartje daar hebben we iemand, ja, die kunnen we gewoon niet overslaan mee in Ode aan de Sanseveren. De prins van Taartje. Zou je er eentje hebben in de Sanseveren? Nou, daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik wel vanuit. Dan gaan we wel checken. We gaan gewoon met z'n allen even kijken. Ja. Gaan jullie met ons mee? Ja? Nou, zet hem maar in dan, hoor. Zet hem maar in. Ja.
Oh, wat gezellig. Of... Maar dat wij ook gewoon zomaar langs mogen komen. Ja, leutje. En wat ben ik trots op die mannen en meskens die daar allemaal staan, hè? Ja, dat doen ze toch wel. Onze eigen jeugdkapel, hè? Onze eigen jeugdleut. Mooi, toch? Ja, super mooi. Ja. Nee, wij zijn nog niet zo lang onderweg, hè? Maar in die paar minuten waar we onderweg waren, was het al een gekke huis. Was dit gezellig? Nou, jong, ik was zenuwachtig en doen en ik stond al bij de deur erachter. En ik hoorde al van alle muziek. Ik zeg, we moeten gaan, want ze komen eraan. Ze komen eraan. En opgepoetst. Wie? Hoe Sanseveria? Oh, ik dacht even dat ik het over mezelf had. Nee, maar Sanseveria wel. Ja, sinds gisteren moest ik mijn eigen oppoetsen, ja. Ja? Ja, dat was gisteren nog... zwaar. Oh, ja, maar wel leuk, hoor. Ja. Leuk. Ja, weer een mooi nieuw feest bij, hè. We hebben een nieuw feest, wat vertel? In Breda een nieuw feest, hè. Incognito. Incognito. Dat klinkt gezellig, dat klinkt gezellig. Ja, dat was heel gezellig. Dat is echt een aanrader. En wij weten nu al, het komt volgend jaar zeker terug. Nou, dus. Ja, dan moeten wij langs gaan. Dan moeten wij langs gaan. Ja, dan gaan we langs. Neem wel de bus mee, is dat goed? Ja, zoveel mogelijk. Ja, zeker. Dan brengen we jou thuis, doen we bij jou frikadellen. Nou, dat vind ik wel een goede plan. Dus wij kunnen jou altijd bellen voor lekker frikadellen. Altijd bellen. Lekker bellen voor lekkere frikandellen. Nou, dat is alvast dat is gezellig, ja, dat is leuk. Ja. Maar kijk, hij had één potje. Nee, kijk, moest kijken. Ik denk, als ze nou veel langskomen, ik heb op de, nog op het vensterbank en dan mooi het aagje, zie je daar op de achtergrond. Wauw, dat is mooi. Dat is een echte ode. Ja, hij staat er goed bij, hij staat er echt wel goed bij. Ja, dat is mooi knok. Hè? Af en toe een beetje draaien naar het licht, hè? Ja, dat is mooi. En zijn nou van die groene vingers of is dat meer jouw vrouwke? Nou, dat is meer mijn vrouwke, hoor. Dit is allemaal namaak. Wat is jouw vrouwke? Mijn vrouwke. Oh, ze staat helemaal achteraan. Komt er eens bij. Schatje, kom eens bij. Ja, en laat eens koelen dat jij de groene vingers had. Ja, blijkbaar. Ja, hey. Moet je voor ons zorgen. Dat is waar. Maar hoe zorg jij nou dat we Sanseveria goed staan met carnaval? Ja, gewoon niet zoveel aan doen, hè. Beetje droog houden we nog. Dat zeggen ze tegen ons ook. Hij groeit van verwaarlozing, ja. Ja, inderdaad. Gezellig. Ja, ja. Heb je dat gezien? Ja, maar dat is toch... Moet er nou toch kijken, dat is toch geweldig. Dat is toch leuk. Dat kan gewoon in het Aagje, in Breda. Bij de prins. Dat kan gewoon, zien wel, hè. Ja, is toch gewoon geweldig. Waar die Sanseveria toch niet goed voor is, hè? Nou. Dat is verbroedering. Ja. Hey, ja, maar we hebben dus twee daar staan. Ja. Hebben we nog plek voor een derde? Ja, maar dan? Ik neem alles aan. Sinds ik prins ben, moet alles aan. Ja. We hebben er speciaal een voor jou meegenomen. Oh. Want wij zijn vandaag op pad om de ode te brengen aan de Sanseveria. Ik denk dat ze hem even in gaan zetten, die BB Jeugdleut. Ja, speciaal voor de Sanseveria. Dat is een speciaal moment ook, hè? Speciaal moment. Speciaal overhandiging. Moet ik hem even, kom maar hoor, ik zet hem wel voor het raam alvast. Ja, is eigenlijk nog eigenlijk wel mooi. Dan mag hij het midden, mag hij het midden. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.